John Lammers, de spits van RBC, heeft 11 doelpunten gemaakt en is daarmee de topscorer van de Roosendalers. Veendam heeft afgetrapt op een hard en moeilijk bespeelbaar veld. De eerste bal die doorschiet en de overtreding is gemaakt tegen Klinkers en de vrije trap gegeven door scheidsrechter Gerritsen in het begin van de wedstrijd en ook de eerste kaart en het is rood. Het is rood. Dat is een verrassend begin. Het ongeloof bij RBC. Met name bij Van Zundert. Want die kan vertrekken. Allereerste actie van de wedstrijd. Van Zundert die Klinkers vasthield. En scheidsrechter Gerritsen beschouwt het als het vasthouden van een doorgebroken speler. Was met name ook het uitglijden van deze Canadees. Die toch wel wat kou gewend moet zijn. Franks. Die veroorzaakte de paniek bij Van Zundert. Van Zundert gaat naar de kant. Gaat richting catacombe. RBC dus verder de komende 89 minuten met 10 tegen 11. Het is een slappe inzet van Blauw en uiteindelijk Hellemons die weghaalt. De Cruijff. Mulder komt wat laat. Toch een hoekschop omdat Hopstaken die bal niet echt goed verwerkt. Hoofdrol voor scheidsrechter Gerritsen. Door die rode kaart. Eerste hoekschop van de wedstrijd. Dat is er één voor Veendam. En daar is ook de 1-0. Het doelpunt is daar. Dramatisch begin voor RBC. Want het is Adams die voor de 1-0 zorgt. En doet dat in de derde minuut van de wedstrijd. Ja, hij had zich een andere start gewenst. Eerst een rode kaart voor ploeggenoot Van Zundert. En toen de eerste bal op goal die erin ging. Mike Franks. Paas met rechts. Hellemons gleed uit. Klinkers. En dan gaat weer iemand onderuit. Sloor met de voorzet. Adams. McAndrew. Vliegend schot. Prima gepakt door doelman Mike Franks van RBC. Kasim Kieber ziet dat zijn ploegen daarvoor de start maakt. De Cruijff. Wissel van Van der Net. Opstaken. Dorst. Opstaken. Zoek Lammers. Vindt Van Wattem. McAndrew. McAndrew trapt na. En wat krijgt hij voor kaart? Ja, dat is ook rood. McAndrew trapt na. Het slachtoffer is Dorst. En zo zijn we weer met 10 tegen 10. Hij heeft al niet zo'n geweldige reputatie, Armand McAndrew. Speelt een uitstekende wedstrijd. Daar is niets op af te dingen. Maar hij krijgt wel na een klein half uur de tweede rode kaart van deze wedstrijd. En deze is volkomen terecht, want natrappen hoort niet thuis op een voetbalveld. Dat weet McAndrew en Gerritsen is consequent en geeft daar een rode kaart voor. Venema is de man die hier in balbezit is die op de plaats van McAndrew gaat spelen. Venema, zeg maar een beetje Haarlemmer-olie, overal inzetbaar. De kans voor Adams en Franks glijdt weer uit. Die is nog geen enkele keer op zijn benen blijven staan. Alleen de paas richting Klinkers komt niet aan. Grote problemen voor die Canadees in doel bij RBC. Maar goed, het lijkt daar ook meer op een roetjebaan dan op een voetbalveld. Van de Vlag. De Cruijff. Van Wattem. Sloor. Met Weijers. Weijers houdt in om geen kaart te krijgen, maar Sloor is wel even weg. Het schot of is het de voorzet van Sloor? Het maakt niet uit, want het is wel een doelpunt. Bob Mulder scoort. Voor de vierde maal treft hij doel en hij brengt Veendam op een 2-0 voorsprong. Hij doet dat na een dik half uur, Bob Mulder. Weijers houdt in op het moment dat Sloor doorloopt. Sloor lijkt op goal te schieten, maar het is meer een voorzet. En daar is ineens Mulder die de bal achter Franks in het doel krijgt. En zo staat het 2-0 voor RBC. De Cruijff, Sloor. Duwen.
rug van Adams door Marcel van der Net. Spoor met de vrije trap. Blauw komt er niet aan, Hellemans komt weg. En dan in één keer geschoten net over door Edwin de Cruijff. Adams. Hier van Berne nog een corner. In de extra tijd van de eerste helft. En die extra tijd bedraagt 2 minuten. Bal schiet door en Franks. Oh, wat een blunder. Wat een blunder van de Canadees. En Venema glijdt dan ook nog onderuit. Het zal hem een zorg zijn. Hij scoort voor de eerste maal dit seizoen. En hij is de absolute slemiel van de avond. Mike Franks. Een ongelofelijke blunder. Hij lijkt die bal vast te hebben. Maar het veld is en blijft glad. Hij kan wel janken, zo lijkt het. Bal in het doel. En 3-0 voor Veendam. De wedstrijd lijkt gelopen bij de rust. Dit is de nieuwe aanvoerder in de tweede helft. Rob Penders. Hij is erin gekomen bij RBC. Net als Marcel Kass en Santos Lopez. Hellemons, Dorst en Kales zijn achtergebleven in de kleedkamer. De Cruijff. Neergelegd voor Mulder door Adams. Klinkers. Schiet net over. De eerste kans van de tweede helft is er een voor Veendam. Van der Net. Kas. Sinds september afwezig geweest. En Kas doet de bal op het dak van het doel belanden. Dat was een leuke binnenkomen geweest. Langdurig heeft hij blessure gehad. En kwam er nu dus in het begin van de tweede helft. Bij een 3-0 achterstand. Bijna 3-1 via Marcel Kas. Doen uit. Lammers. Blauw maakt over de bal heen. Maar de inzet van Weijers wordt prima gekeerd door Van der Vlag. Weijers. Inworp via Van Matten. Mark Weijers. Hoekschop zegt 60 Gerritsen. Ik denk dat hij ongelijk heeft. Worden genomen. Van de Vlag. Stopt weg. Santos Lopez. Schiet tegen Blauw op. En dus krijgen we een hoekschop. Aan de andere kant. Van Loenhout. En daar is de 1-3 via Rob Penders. De meest kopsterke man van de RBC. Hoekschop van Loenhout. En Rob Penders scoort voor de derde maal dit seizoen. En brengt de stand op 1-3. In ieder geval een eretreffer voor RBC. En wellicht zit er nog meer in het verschiet in de laatste 12-13 minuten. Opstaken. Weijers, pas niet door. Lammers met de 3-2. John Lammers. Nog weinig van hem gezien vanavond. Maar dat was hij ineens. Hij had de spanning helemaal terug kunnen brengen in de wedstrijd. Met nog 10 minuten op de klok. Lammers. Mooi meegegeven. Santos Lopez is sneller dan Venema. Santos Lopez krijgt die bal niet goed mee. Dus gaat het terug naar Lammers. Die wordt niet echt goed aangespeeld, maar we zijn weer bij Santos Lopez. Weijers. Nog steeds Weijers. Nog steeds Weijers. En dan glijdt hij uit op het moment dat hij uit wil halen. En is ook deze kans verkeken. Frank Weijers. Het is afgelopen, zegt scheidsrechter Gerritsen. Veendam boekte een betrekkelijk eenvoudige zege op RBC. Met een dubieuze hoofdrol voor doelman Mike Franks, de Canadees, die zo mee kan doen in het programma Blij dat ik glij. Eindstand 3-1 voor Veendam.